Hoi Putjebelkijkers, we zijn bij de Kubuswoningen zoals je ziet. En we gaan vandaag proberen een kopje koffie of thee te drinken bij iemand in een kubushuis. Dus ik ga even aanbellen. Erg spannend, er staat hier hotel, dus misschien kunnen we blijven slapen. Hallo! Wij zijn van Pietje Bel TV en we vroegen ons af of we even binnen mochten komen. Ja? Oké. Nou, we zijn in een kubuswoning bij Kirsten. Hoi Kirsten, hoe lang woon je hier al? 3 jaar ongeveer, iets meer dan 3 jaar. Het is wel een hele bijzondere plek, hè, hier in een kubuswoning. Ja, het is zeker een bijzondere plek en het bevalt ook heel goed. Leuke mensen hier in de buurt, leuke huizen, veel ruimte. Ja, fantastische uitvalsbasis hier, want je zit hier bij bus, tram, trein, metro en een 100 meter afstand van de snelweg af. Dus het is echt ideaal. En kom je oorspronkelijk uit Rotterdam of? Nee, ik kom uit Roelevarensveen, waar ik het grootste deel van mijn leven heb gewoond. Daarna nog 1 jaar in Amsterdam en de laatste 3 jaar woon ik pas hier. Maar wat je vindt het hier wel leuker om te wonen? In ieder geval leuker dan in Amsterdam. Nee, ik heb 1 jaar in Amsterdam gewoond, omdat ik daar gewerkt heb. En ik vind Amsterdam ja, toch wel anders. Mensen zijn wat meer gesloten. Ik vind de straten redelijk rommelig, druk. Ook gewoon ronduit vies af en toe. En als je hier komt, ja, alles is veel ruimer. En mensen zijn veel opener, veel vriendelijker. En ik vind ook dat er gewoon veel meer te doen is hier. Dus ik vind Rotterdam echt veel. Ja, ik vind het echt leuker dan Amsterdam. Ja, nou ik ook. En ik zag net iets op je voordeur staan, een bordje met hotel of iets. Hoe zit dat? Het is een min of meer lang verhaal, maar ik zal het kort proberen te vertellen. Ik onderhoud de website en meelijsten van een aantal bands, waaronder Osdorp Posse en Blind Justice. En ik ga ook heel vaak op tour met die band. En er zijn ook heel veel mensen, fans, die ook vaak meegaan, die inmiddels vrienden van me zijn geworden. En die zoeken altijd een slaapplaats. Nou, daar zijn wij dus altijd het ultieme slachtoffer van. Dus daar rijden ze van waaruit ook in Nederland mee terug naar Rotterdam. En dan blijven heel vaak mensen hier slapen, tot eenmaal 35 aan toe. En vandaar dus dat bordje op de deur, meer als grap dus. Oh, vandaar. Nou, dan ben ik zo wel heel erg benieuwd. Misschien kun je eens laten zien waar al die 35 mensen dan hebben gelegen. Dat ben ik wel erg benieuwd naar. Maar het is dus niet de bedoeling dat we zelf aanbellen. Het is wel op uitnodiging in het hotel slapen. Ja, het is wel op uitnodiging, ja. We hebben ook maar één keer gehad dat er een Italiaans echtpaar aanbelde die op zoek waren naar een kamer, maar die heb ik me even doorverwezen. Dat is niet echt helemaal de bedoeling. Nee, dat kan ik me voorstellen. En je werkt ook hier of wat doe je verder? Nee, ik werk bij Access for All Internet in Diemen-Zuid. Dus elke dag 1,5 uur heen, 1,5 uur terug. En daar werk ik al bijna 4 jaar nu. En ik studeer ook gewoon hier in Rotterdam, bestuurskunde. Zullen we even een rondje lopen? En Mag verder nog dat? dingen? Ja, Ja, natuurlijk, is goed. misschien kun je er wat leuks bij vertellen of zo. Wat leuks. Nou, wat leuks. Nou ja, goed, wat de meeste mensen zich afvragen in zo'n kubus is hoe je spullen opbergt. Nou ja, we hebben hier bijvoorbeeld een kist als tafel staan. Dat is wel een redelijk slimme oplossing. En daar op de muur hebben we bijvoorbeeld helemaal niet eens een kast nodig. Want videobanden en dvd's leg je gewoon tegen de muur aan. Dat is gewoon gratis en voor niets. Ja, het staat nog leuk ook. Ja, dat vonden wij ook. Dus op die manier opgelost. Ja, op zich, het is hartstikke ruim allemaal. Ik heb ontzettend veel ruimte. De woonkamer alleen al. Nou ja, goed, 3 tafels staan er. Bank, een soort bureautje. TV, grote hoek voor de keuken, grote hoek voor de wc's. Dus dat is alleen al de woonkamer. Dus dat is prima. Ik kan ook boven kijken. Nou, leuk. Wij volgen. Nou, dit is de tweede verdieping. Tenminste, vanaf niet helemaal beneden geredeneerd. Het is een klein halletje hier al. We zijn nog aan het werk. We zitten hier al bijna 3, nog wat jaar, maar het is nog steeds niet af. En daar moeten bijvoorbeeld nog, hoe heet die dingen? Plintjes. Plintjes gemaakt worden, nog steeds. Nou, dit is een slaapkamer. Met een redelijk aparte vorm, zoals je kunt zien.
Deze kamer verhuren we aan iemand die bij het bedrijf van mijn vriend werkt. En dat bevalt prima. Het is een redelijke aparte ruimte die in een soort banaanvorm loopt, zeg maar. Ja, en dan de torenkamer. Met het mooiste uitzicht van Rotterdam. Oh, ik heb nog wel een vraagje eigenlijk. Want de ramen zemen, doe je dat zelf? De ramen zemen, ja, dat was het grootste probleem wat we hier hebben. Want de laatste keer dat ze gewassen zijn was voordat wij hier woonden. Dus dat is inmiddels meer dan 3 jaar geleden. Yeah. En toen heeft een bergbeklimmer het gedaan. En dat mag niet meer van de gemeente. Bergbeklimmer? Ja, maar dat mag dus niet meer. Dat vindt de gemeente te gevaarlijk. Dus sindsdien zijn deze ramen niet meer gewassen. Wel vanaf het binnenpleintje zijn de ramen in de woonkamer gewassen. Dat was vorig jaar. Maar ze zijn nu nog steeds bezig met offertes vragen aan bedrijven. Maar die lopen allemaal in de tonnen, geloof ik. Oh. Dus het wordt een beetje een lange termijn verhaal. Maar sommige mensen hebben wel iets verzonnen door een soort bezemsteel met... Ja, ik denk dat je erin hoek om kan of zo. Ja. Dus, maar ja, goed. Meestal regent wel redelijk schoon. Ja. Het duurt toch wel een beetje... Het is best een hoop ramen. Minder de voorbouw aan te nemen als ik die zo zie. Ja. Nou, dankjewel voor het bakje thee en de rondleiding door je mooie kubushuis. Dan gaan we er nu vandoor. Nou, dankjewel. Nou, geen probleem. Oké. Okay. Let's go. Waar moeten we eruit? Oh, ja. Ik zag het ook niet. Deze kant op. Je kan ook wel leuk verstoppertjes spelen.